tijd geleden hebben we de filter uit de motor gehaald, uit de Yamaha XS57. Nou, zoals te zien is deze filter gewoon helemaal weg. En het bleek dat deze filters best wel lastig te vinden zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om een nieuw stuk filtermateriaal te kopen. Dat is eigenlijk heel fijn schuim wat we straks gaan inspuiten met speciaal luchtfilterolie. Om de oude filter eigenlijk weer opnieuw te kunnen gebruiken. Dus als eerste starten we nu met het afhalen van het oude filtermateriaal. Zoals je kan zien is dit oude materiaal weer helemaal vergaan, dus het is goed dat we dit hebben gevonden. Nou, er is nu een mooi leeg omhulsel overgebleven. Het oude filtermateriaal is er helemaal af. En voordat we hem nu gaan bekleden met het nieuwe materiaal, ga ik hem eerst eventjes wassen. Gewoon met water om te zorgen dat het oude stof er allemaal alle troep eruit is. Nou, hij is inmiddels helemaal schoongemaakt. Nou, zoals je kan zien ziet hij er eigenlijk verder hartstikke netjes uit. Alleen dus het schuim wat erop zat, dat was dus echt helemaal weg. Nou, we beginnen nu dus met het op maat maken van het filtermateriaal. Dus moeten we uiteraard even meten hoe groot het moet zijn. Nou, dat lijkt me er hartstikke netjes uitzien. We gaan er nu het laatste stukje op maat knippen en dan gaan we hem met een lijmpistool aan elkaar maken. Zoals te zien is het een hele nette naad geworden en zit het schuim goed aan elkaar. Dus dat lijkt me helemaal goed.
inclusief de aansluiting van de motor is nu alles helemaal vernieuwd. Dus we gaan hem eens terug op de motor bouwen en dan ja, ben ik ook benieuwd hoe dat hij loopt. En voordat ik dit vergeet, spuiten we zo meteen voordat we op de motor zetten de filter nog in met luchtfilterolie, omdat het natuurlijk droog schuim is. En om nog meer ja, fijn stof en dergelijke te kunnen opvangen. Dit is, nou, we hebben nou net ingesproken met simpele luchtfilterolie van K&N. Ja, eigenlijk om dus, zoals ik net ook vertelde, nog meer fijnstof te kunnen vangen. En ja, we gaan hem nu gewoon eens laten drogen en dan straks terug monteren op de motor. Hij gaat nu ook al veel beter dicht, dus heeft het al een tijdje klimmen zitten. Die kan weer rijden. Ja, we gaan het zien.